Ik ben Irene Tiersma, communicatiefunctionaris bij OCK Het Spelier. Dat is een gespecialiseerde instelling voor jeugd- en opvoedhulp. Wij zijn actief in heel Kennemerland en we gaan ook binnenkort fuseren met de jeugdrio. Wij zijn er voor gezinnen en opvoeders als er vragen zijn of problemen bij het opvoeden of bij het opgroeien van de kinderen. We hebben een heel breed palet aan hulpvormen. Van hele lichte zorg, zoals ambulante zorg bij mensen thuis, tot zwaardere zorg, opvang van kinderen in een van onze locaties. Wij bieden zorg voor kinderen en hun ouders, voor kinderen van 0 tot 23 jaar. En we gaan per 1 juli aanstaande fuseren met Jeugdriag. Ik ben El Steffens, ik werk bij de Jeugdriag. En ben psychodiagnostisch medewerkende daar. De Jeugdriag is een instelling voor kinderen met psychische problematiek. Het is een ambulante instelling en wij bieden ook diagnostiek. Riag biedt GGZ-zorg en wij bieden jeugd- en opvoedhulp. En heel veel problematiek bij kinderen, die is best heel erg ingewikkeld. Er zijn een heel veel deelaspecten aan te onderkennen. En om juist die multifocale hulp te kunnen bieden, dus zowel de geestelijke hulp als de opvoedhulp, gaan wij fuseren om de ouders en de kinderen en de jongeren nog beter te kunnen begeleiden. Doen we onderzoek naar, naar gelang de vraag van ouders of kind of adolescent, jongeren. Er is een psychisch probleem waar ze geen vat op hebben. Ja, precies. En dan komen ze met een vraagstelling, komen ze bij ons, komen de kinderen of de ouders bij ons in een intakefase. En wij gaan dan onderzoeken van waar kan de problematiek vandaan komen. Soms is het al heel duidelijk, dan kan je gelijk behandelen. En soms zeg je van, nou, we willen eerst nog onderzoek doen. Ik ben Alert for You medewerkster en ik ga naar scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen als daar vragen zijn over een kind, als er problemen zijn waar de professionals daar niet zo goed weten hoe ze mee moeten omgaan. En we bieden hulp op maat, want elke situatie is weer anders. En soms heeft een kind en een gezin korte tijd lichte hulp nodig, dan kunnen wij die specialistische hulp bieden. En soms is de hulp wat langer en dan kunnen wij ook daarvoor zorgen. Eigenlijk coaching on the job doe ik dan. En soms is er procesdiagnostiek nodig. Dan gaan we ook kijken of er iets met het kind aan de hand is, zeg maar. Maar we streven er altijd naar dat het kind kan blijven in de eigen vertrouwde omgeving als het gezin. Alleen als dat bijvoorbeeld echt niet veilig is, dan moeten we zoeken naar andere mogelijkheden.